We staan weer hier na enkele maanden aan de Zwarte Hoevenbroekstraat. Dit allemaal in het kader van het project Herriolering Zwarte Hoevenbroekstraat. In dat kader hebben we reeds gehad sectie 1 van de Zwarte Hoevenbroekstraat. Dat loopt van de Nassilaan tot de Keizerstraat. De aannemer heeft dat reeds opgeleverd, weliswaar niet helemaal, maar met een eerste laag. We zijn toen verplaatst naar sectie 2. En sectie 2 wordt onderverdeeld in A, B en C, denk ik. A is nu bijna afgerond. Dat is het gedeelte tussen de Keizerstraat en de Steenbakkerijstraat. De aannemer is thans bezig de markeringen aan te brengen. En de bedoeling is dat of in het weekend of maandagmorgen vroeg dat gedeelte wordt opgeleverd, althans opengesteld voor het rijverkeer. Gelijk daarmee starten we maandag 20 augustus om 9 uur. Gaat dat gedeelte dan tussen de Steenbakkerijstraat en de Domineestraat voor het rijverkeer worden afgesloten. Dit in verband met het vervolgen van het project Herriolering Zwarte Hoevenbroekstraat in opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en wordt uitgevoerd door de aannemer Baitali. Met die omlegging tussen de Steenbakkerijstraat en Domineestraat begrijpt u dat er wegen zullen worden omgelegd. Als ik kijk, het verkeer dat komt vanuit het noorden over de Zwarte Hoevenbroekstraat uit de richting van de Nassilaan, dan zal het weer als oudsher zijn dat u niet rechtsaf mag gaan in de Keizerstraat, maar rechtdoor. Rechtdoor over de Zwarte Hoevenbroekstraat en daarna gaat u linksaf in de Steenbakkerijstraat. Want daar, Steenbakkerijstraat, Zwarte Hoevenbroekstraat, is dan afgesloten. Over de Keizerstraat als u rijdt, mag u linksaf dan komen in de Zwarte Hoevenbroekstraat en vervolgens weer linksaf in de Steenbakkerijstraat. Dat is met betrekking tot het noorden. Gaan we dan naar het zuiden, dat bedoel ik de kruising Zwarte Hoevenbroekstraat, Dr. Sophie Redmondstraat. Dan is het verkeer dat komt uit het zuiden, als ik het zo mag uitleggen, het verkeer dat komt uit de richting van Bureau Nieuwehaven, zo je wil, Latour, maar is wel ver, Molenpad. Dus alleen dat u het begrijpt, u komt uit de richting van het zuiden, gaat u niet rechtdoor kunnen rijden naar de richting, althans over de Zwarte Hoevenbroekstraat, naar de richting van de Keizerstraat. Nee, daar wordt afgesloten. Er zijn twee sorteervakken daar maar bij Kwaku. Die zullen we maandagmorgen vroeg aanbrengen. Dat wil zeggen, u rijdt over de Zwarte Hoevenbroekstraat, dan kunt u of linksaf gaan in de Redmondstraat richting Waaldijk, of rechtsaf gaan in de Redmondstraat richting de Centrale Markt. Dat is het verkeer vanuit het zuiden. Houdt u rekening, als u rijdt over de Dr. Sophie Redmondstraat uit de richting van de Hakerinbank of zo je wil de Markt, gaat u niet rechtsaf in kunnen slaan in de Zwarte Hoevenbroekstraat. U gaat gewoon of linksaf richting Nieuwehaven of rechtdoor richting de Waaldijkstraat. Rijdt u over de Redmondstraat uit de richting van het westen, dus uit de richting van de Waaldijkstraat, gaat u niet linksaf kunnen gaan in de Zwarte Hoevenbroekstraat, want daar is afgesloten. Dan komen we nu de Burenstraat. De Burenstraat wordt afgesloten op de hoek van de Waaldijkstraat. Met dien verstande, voor bestemmingsverkeer is het wel opengesteld, maar tot de Zwarte Hoevenbroekstraat. U gaat niet op de Zwarte Hoevenbroekstraat kunnen komen. Zo ook de Meester Brumastraat, vroeger Weidestraat. Daar gaan we afsluiten de Brumastraat met de Derby, maar met uitzondering voor bestemming. Let wel, het is zoals de Burenstraat. Het wordt afgesloten hier op Zwarte Hoevenbroekstraat, hermetisch. Dat zijn de veranderingen van mijn bij. Neemt u het mee, als er iets niet duidelijk is, de politie zal aanwezig zijn om u te begeleiden, om u de weg wijs te maken. Als het niet nodig is, ontwijkt u deze route. Als u uit het zuiden komt, neemt u alvast de Saramakkastraat linksaf. U komt uit het westen, neemt u de J.A. Pengelstraat of daarvoor de Van het Sigastraat om zo uw weg te vervolgen naar het noorden. We blijven met u samen dit volgen. We verlenen onze medewerking en de gemeenschap, u en ik, we gaan het samen weer moeten doen. Bradangasta, mi hoop dat als aan duidelijk, apasi jou tapu tussen Steenbakkerijstraat, Nanga Domineestraat, Munde,
20 augustus om 9 uur. Ja, in Oma Rey Jamoro. If je rijdt over de Keizerstraat, je mag gewoon linksaf in Zwartebroekstraat. Maar daarna je gaat linksaf bakken in Steenbakkerijstraat. If je rijdt over de Keizerstraat, je moet uit de richting voor Star, voor Theater Star. En je mag gewoon rechtsaf in Keizerstraat, like VBD, maar langer, langer. Maar natuurlijk, hoor al verkeerslicht in de gaten, want dat is ook al. Ja? If je moet voor Redmondstraat uit de richting voor Bureau Nieuwenhaven, naar Kwakudape. Ja, je gaat of links in Redmondstraat. Of rechts naar richting Fuwoyo. Redmondstraat, als je moet uit de richting Fuwoyo, kom naar Zwartebroekstraat. En dan ga je rechtsaf in Zwartebroekstraat. Ja, je gaat langer, langer of linksaf. Zo ook aan de overkant. Je rijdt Redmondstraat uit de richting van het westen, dus Waaldijkstraat. En dan kom je linksaf in Zwartebroekstraat. Ja, je rijdt langer, langer.